Goedemiddag, ik zit hier aan tafel met Ahmed Arad en met Frank van Dorp, de schrijvers van het manifest van de schrijver van het manifest Integratie, Migratie en Asielbeleid. En jullie kennen elkaar via Geen Stijl. Klopt dat? Ja, ja, dat klopt. En waar zijn jullie begonnen met het schrijven van het manifest? Het begon eigenlijk met bij Ahmed. Het begon eigenlijk met de terroristen in Bataclan in Frankrijk. In de dagen na Bataclan was er natuurlijk in de media een hoop ophef, een hoop mensen die allemaal oplossingen hadden. En de meeste oplossingen natuurlijk heel extreem. Of het lag allemaal aan de moslims, of het lag allemaal aan de racisten of zo. En op Geen Stijl natuurlijk ook een aantal behoorlijk sappige artikelen erover. En toen verscheen er op een dag een artikel van Ahmed Arad. Die kende ik op dat moment nog niet. Wat kanttekeningen plaatste bij de berichtgeving eigenlijk. In de media over ja. Bataclan, over islam, over integratie en migratie, over vluchtelingen. En daar eigenlijk zijn eigen mening over gaf. Van jongens, het klopt niet. Hier hebben jullie het verkeerd en het zit eigenlijk zo. Ik zat als uitzondering ziek thuis. Ik dacht van, ik ga eens een keertje de tv aanzetten. Kijken wat er gebeurt en wat er op dit moment speelt in de wereld. En ik zie echt de ene expert naar de andere expert dingen roepen. Dat ik dacht van, waar gaat dit over? Zaken zoals van, dit heeft niets met de islam te maken. Oplossingen zoals grenzen dicht. Alle migratie is slecht. En toen dacht ik, ik werd uiteindelijk zo kwaad dat ik gewoon daar een soort van brief heb geschreven naar Bart Nijman van Geen Stijl. Ja. Want even de aanleiding was de aanslag in Bataclan, 135 doden ongeveer. Nog niet eens de aanslag, maar het gevolg daarin van wat er op dat moment in medialand in Nederland aan de hand was. En de stellingen die mensen poneerden dan op dat moment. En de oplossing waar ze dachten mee te komen. En dat heeft mij er uiteindelijk toe gezet van, oké, ik moet hier gewoon iets over zeggen. En dat kun je dan het beste doen op het medium waar de mensen zitten die het absoluut niet met je eens zouden zijn. Ja. En voor mij was dat Geen Stijl. Oké, want wat stoorde jou aan de opmerkingen daar? Daar klopte gewoon helemaal niets van. Radicalisatie zie ik nog steeds echt als een probleem, vooral van de GGZ. Op dit moment versterkt wordt door allemaal financieringsvormen vanuit het Midden-Oosten naar echt extremistische moskeeën, bijvoorbeeld in Nederland, waar daar gewoon niets aan gedaan wordt. En je bent pas in beeld bij de politie op het moment dat je echt met verkeerde dingen bezig bent. En een heel voortraject daarin ontbreekt. Mm-hmm. Zoals ook op dit moment met de focus op heel erg op de inlichtingendiensten, op de afluizen, noem maar op. Dat ik denk van, joh, het begint veel lokaler. Wat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat iemand in een gemeenschap radicaal wordt überhaupt? Mensen merken dat uiteindelijk op. Je buren merken op het moment dat je je muziekstijl aan het veranderen bent, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En ook met die informatie dat daar heel erg weinig mee gedaan wordt. Dat en allemaal van dat soort zaken, daar had ik heel veel moeite mee. Oké. Okay. En toen dacht je, ik ga eerst een discussie op Geen Stijl beginnen. Daar ben jij op ingehaakt. Nou ja, dat was eigenlijk het volgende wat gebeurde. Want ik was Geen Stijl-reaguurder en ik lees dus recht geregeld las ik Geen Stijl. En toen zag ik dat stuk van Ahmed. En ik vond het een heel interessant stuk natuurlijk. Want het was niet. Het ging een hele andere richting uit eigenlijk dan je normaal op Geen Stijl leest. Met heel veel punten was ik het wel eens en op een aantal punten niet. En dus toen dacht ik van, gewoon voor de grap. Eigenlijk gebeurde het voor mij echt op een avondje dat ik dacht van, ik had niks te doen. Laat ik eens kijken of ik een antwoord kan schrijven. Dus toen heb ik een antwoord opgestuurd naar Bart Nijman. En toen heeft hij dat ook geplaatst. Want ik was op een aantal punten, dat waren op zich niet geen hele grote punten, op een aantal details was ik het met Ahmed oneens. En dus toen hebben ze dat stuk ook geplaatst. En toen hebben we eigenlijk een soort van een polemiek begonnen. Dat eens in de 1 à 2 weken schreef een van ons een stuk, waarin we op elkaar ingingen. Dat is geloof ik 3 keer op en neer geweest. Ja, zoiets. 3, 4. En toen de derde keer kwam Ahmed in ieder geval met het idee om samen te beginnen aan het schrijven van een manifest. Met een aantal andere mensen, met gewoon geïnteresseerde burgers, met mensen die zich zorgen maakten om migratieproblemen, om integratieproblemen, om daar gewoon samen naar te gaan kijken. En in plaats van dat je elkaar vanuit de loopgraven eigenlijk aan het uitschelden bent,
dat je daarmee gewoon in gesprek ging. Want dat is eigenlijk wat wij waar we mee begonnen toen. Ja. Dat ging toen een beetje vanzelf. En ja, dat, dus jullie vonden elkaar ook? Ja, we vonden elkaar op heel veel punten eigenlijk. En dan blijkt ook wel dat je het op heel veel punten eigenlijk helemaal niet oneens was. En in het kort, kan je het manifest toelichten? Na de derde keer geloof ik, deed ik een oproep van, joh, er staan zoveel goede ideeën hier. Laten we eens kijken hoe ver we dit kunnen brengen. Maar zoals, noem eens iets waarvan jullie denken van, nee, dat hebben we nodig. Nou ja, door bijvoorbeeld een scheiding te brengen van wat is nou een vluchteling en wanneer is iemand nou een migrant? Wanneer vestigt een vluchteling zichzelf hier in Nederland? En een van de zaken waar wij uitkwamen is van, joh, een vluchteling is gewoon een status, een tijdelijke status. Met als doel dat er een succesvolle terugkeer mogelijk moet zijn naar het land van herkomst op het moment dat dat weer veilig genoeg is. Mm-hmm. En dat we daar ook termijnen aan hebben gesteld. En dan vooral de focus ook bijvoorbeeld op onderwijs, dat niet Nederlands geënt zou moeten zijn, maar meer op van internationale aard moet zijn om je ook weer succesvol te kunnen laten maken in het land waar je weer terug gaat. En op die wijze dat we dit manifest bijvoorbeeld hebben ingestoken op een stuk integratie. Dat integratie niet is van, joh, ik heb sociale woonwijken en daar stop ik zoveel mogelijk mensen van algetone afkomst in. Maar dat je echt gaat nadenken over een spreidingsbeleid. Er zijn genoeg steden en dorpen in Nederland waar geen enkele allochtoon bijvoorbeeld woont. Terwijl de grootste concentratie op dit moment alleen maar in de grote steden is. En binnen de grote steden op hele specifieke plekken binnen de stad. Nou, dat noem ik niet een multiculturele samenleving. Dat is gewoon een gesegregeerde samenleving waar wij in leven. En ik kom zelf uit de Schilderswijk en ik heb zelf meegemaakt van wat er al die jaren daarin is veranderd. Het is echt van de volksbuurt tot echt een allochtone buurt gegaan. En dat komt niet door de mensen die daar wonen. Die hebben geen invloed op dat beleid. Aan hen wordt niet gevraagd van, joh, waar hebben jullie behoefte aan? Ik heb zelfs toen met mijn ouders gedemonstreerd tegen het platgooien van de Schilderswijk om daar allemaal nieuwbouw neer te zetten. Want we wisten van, dit trekt uiteindelijk gewoon een hele buurt ook uit elkaar. En voornamelijk op dat soort punten probeerden wij in te zoomen en te komen met onze eigen ideeën en oplossingen. Ja. En wat was voor jou dan belangrijk om aan te geven, om te veranderen? Nou, op zich op heel veel punten waren we het natuurlijk wel eens. Maar ik had bijvoorbeeld één ding wat mij altijd stoort in het hele integratiedebat. Het wordt altijd een beetje gebracht als een soort alsof het een belangenstrijd is tussen de Nederlanders die er al zijn enerzijds en de nieuwkomers anderzijds. Dat ze maar het in het belang van de nieuwkomers zou zijn om niet te integreren, om een eigen cultuur te behouden en alles. En in het belang van de Nederlanders dat ze dat wel zouden doen. Uh-huh. En ik dacht dat was een van de dingen die ik bijvoorbeeld een hele valse tegenstelling vind. Want ik denk dat het ook in het ieders belang is van zowel de Nederlanders die er al zijn als van de nieuwkomers. Dat die mensen integreren. Dat die mensen een volwaardig deel uit kunnen maken van de Nederlandse maatschappij. En we hebben ook in het manifest staan dat in het onderwijs moet er ook op gericht zijn dat kinderen vertrouwd raken met de Nederlandse cultuur weer. Met de cultuur waarin zij van het land waar zij deel van uitmaken. En waarin zij moeten functioneren later als ze volwassen zijn en carrière willen maken. Net dat ze mee kunnen doen. Ja, precies. Dus interview met Albeider gehad, de oud-staatssecretaris. En die zei, integratie is gelukt als mensen ook psychologisch zijn geïntegreerd. Dus dat ze hier echt willen blijven. Ja. Ja, wat voor jullie de grens is van wanneer ben je goed geïntegreerd. Wat is de aanleiding om jezelf te integreren als je in een buurt woont waar er nauwelijks Nederlands wordt gesproken? Of waar dat niet echt een voorwaarde is om een bestaan op te bouwen. Mm-hmm. Je verliest gewoon binding met de Nederlandse samenleving. En we zouden met z'n allen moeten nadenken van, oké, hoe lossen we dit probleem op? Ja. Want op het moment dat er een aanleiding is voor jou om bijvoorbeeld Nederlands te leren, denk aan het dagelijks verkeer, boodschappen, noem maar op. Ja, dan zet je jezelf daar ook veel meer voor in. En ik beticht niemand van luiheid, maar het is makkelijker om iemand in het Turks aan te spreken wanneer je zelf Turks bent. En zeker wanneer alle reclameborden, et cetera, alles gewoon ook letterlijk in het Turks is. En dat is nou een van die dingen die je alleen maar treft in bepaalde wijken in grote steden. Ja, oké. Okay. Nou, dus jullie willen spreiden. Even andere dingen op het gebied van migratie. Je hebt kennismigranten, je hebt economische migranten, je hebt de vluchtelingen hebben jullie al benoemd. Wat is daar vernieuwd in voor jullie? Wat voor ons heel belangrijk is dat er een consistent beleid komt gewoon. Want wat je nu eigenlijk ziet, bijvoorbeeld met de oorlog in Syrië, toen kregen we die vluchtelingenstroom, die kwam toen binnen.
En dat er eigenlijk heel erg ad hoc beleid wordt gevoerd. Van, er komen nu zoveel mensen binnen. Nou, die gaan we dan daar ergens maar plaatsen en zo. En, er komen weer mensen binnen. Laten we even een verdeelsleutel gaan gebruiken om het nu te gaan spreiden over Europa. En wat er niet is eigenlijk, is gewoon een vast beleid, een vaste methode van als er vluchtelingen binnenkomen, dan is dit het beleid en gaan we dat uitvoeren. Maar er is toch een beleid van de IND en van de COA's? Nou, er is vooral gebleken dat er beleid ontbrak. Zeker in de tijd dat er een hele grote toestroom was van vluchtelingen. En waar ik mezelf heel erg boos over maak, is die oorlog die woedde al jaren daar in Syrië. Aan de buitengrenzen van Europa. En wanneer gaan wij erover nadenken? Op het moment dat de vluchtelingen daadwerkelijk in Nederland zijn. Mm-hmm. En niet eerder. En wat zou je in de toekomst dan willen veranderen door middel van zo'n manifest? Nou, een van de maatregelen die wij... Nee, ik vraag het even, omdat wij kennen het manifest nog niet. Nou ja, een van de maatregelen die wij toen hebben neergezet is van... joh, misschien moet je asiel kunnen aanvragen in het land van herkomst. Gewoon bij een Europese lidstaat. Dat je niet een oversteek hoeft te maken. En dat daar al dat je daar al duidelijk hebt wie daar deze kant op komt. Zodat je niet dat hele proces opnieuw hier hoeft te doen. Zodat je asielzoekers daar, al is het in de regio, en even tijdelijk, als het moet, veilig kunt houden voordat je ze hier zelf naartoe haalt. Ja, maar echt in Syrië zelf bijvoorbeeld hadden we dat moeten doen? Of in Jordanië, of in Turkije, of een van de andere buurlanden die daar omheen liggen. En dan had je een lijn van 1 miljoen vluchtelingen voor de ambassade gehad? Of hoe zie je dat voor je? Nou ja, we hebben 28 lidstaten die allemaal al deze vluchtelingen ook moeten opnemen. En ja, dan kun je dus de kennis gebruiken van het UNHCR, die gewoon heel veel ervaring heeft met het opzetten van vluchtelingenkampen bijvoorbeeld. Ja. Om in ieder geval die mensen een tijdelijke veilige haven te bieden voordat ze überhaupt worden toegelaten of erkend worden als vluchteling om dan bijvoorbeeld naar Nederland of Duitsland of Zweden of waar dan ook naartoe gehaald kunnen worden. En zie je dan ook misschien andere vluchtelingen komen? Hè? Want nu zijn dat het vaak de sterke en de rijkere die de overstap maken. Ja, sowieso heb je al die schifting die je dan minder hebt. Dat mensen dat ook gewoon de gezinnen met kinderen die het eigenlijk vaak het hardste nodig hebben, dat die niet meer doorkomen. En wat ook een voordeel is, kijk, als mensen in oorlogsgebieden daar zelf daar asiel kunnen aanvragen, dan komen ze ook niet via een vluchtelingenstroom hierheen, maar vervolgens allerlei andere, de echte gelukszoekers, op aan kunnen haken. Dus het blijft zeg maar een puurdere vluchtelingenstroom. Waardoor de mensen hier ook misschien meer zorg willen geven aan dat soort vluchtelingen. Ja, want je hebt veel meer met echte vluchtelingen te maken. En de mensen die ze maar niet via zo'n route komen, daar kun je dan ook met veel grotere zekerheid van zeggen. Dat het waarschijnlijk mensen zijn die daar ook geen recht op zullen hebben. Want anders hadden ze dat wel gedaan. Ja, en daar willen jullie ook de procedures voor veranderen. Ja. 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 En hoe wordt er op gereageerd op het manifest? Niet. Nee, en hoe voelt dat? Het lag wel een beetje in de lijn der verwachtingen, denk ik. Ja, kijk, weet je, het punt is... we hebben het dan in ieder geval over politici natuurlijk. Want gewoon normale mensen zijn over het algemeen wel geïnteresseerd. Ik vind dat wel leuk om erover te praten. Maar politici, die zijn er niet in geïnteresseerd. Omdat het manifest geeft eigenlijk geen hele prettige, geen lekkere talking points. Waarmee je zeg maar, een bepaalde groep mensen lekker boos kan maken om ze op je te laten stemmen, zeg maar. Nee. En dat is misschien wel een reden waarom ze het niet heel interessant vinden. Dus we spreken hun taal misschien niet echt, denk ik wel. Of is het misschien juist, je zoekt de oplossingen... Terwijl mensen die willen gevechten. Ja, dat misschien ook. Dat zou ook kunnen, ja. Ik denk dat er zeker wel hoop politici zijn die er wel belang bij hebben dat het inderdaad lekker gepolariseerd blijft. Want dan... Het is makkelijk scoren zo. Ja, het is makkelijk scoren. Ik bedoel, je kunt over dit manifest niet even makkelijk lekker een tweet plaatsen, zeg maar, waarin je eventjes... Waarin je even een lekkere mening eruit kan halen. Grenzen dicht. Nee, precies. Nee. Nou ja, dat zijn wel oplossingen natuurlijk die sommige mensen vragen. En ik vergelijk het altijd met... Voor een deel op zich willen we wel strengere grenscontroles. Dat vooral in Europese buitengrenzen. Want dat is ook nu gewoon best wel een beetje een chaos. Ja. En dus op zich, goede grenscontroles, daar zijn we wel voor. In ieder geval zolang we in Schengen zitten, moeten dat Europese buitengrenzen zijn. Ja, en dan via Frontex. Ik vergelijk het wel eens met de Berlijnse muur. Dat was een hele goede muur. En er kwam bijna niemand doorheen. En mensen zeggen altijd, ja, je kan geen grenzen bouwen tegenwoordig meer. Maar het is natuurlijk maar, wat wil je er... Wat deed Frontex tijdens deze crisis? Ja, of wat doet Frontex überhaupt? Wat toen aan het licht kwam, is toen de vluchtelingenstroom net uitbrak, nam de voorzitter van een Nederlander, die nam een sabbatical van een jaar. En als je dan jezelf gaat verdiepen wat Frontex nou eigenlijk doet, komt het eigenlijk niet meer
op een administratieve taak die vanuit Brussel gedelegeerd wordt. En wat wij roepen is van, joh, weet je, de buitengrenzen van Europa zijn op dit moment gewoon zwak. Waarom? Ja, Griekenland heeft niet bepaald een heel groot budget om dat heel goed te gaan regelen voor Europa. Hetzelfde geldt voor Spanje en Italië. Allemaal landen waar het ook best wel moeilijk gaat. Dat zijn nou net de landen waar je niet wil gaan roepen van, hier heb je extra geld, ga het maar regelen. Maar waar je ook kennis en kunde ter beschikking wil stellen door te zeggen van, weet je, elke lidstaat levert hun equivalent aan de Marechaussee aan dat land om daar de grenscontroles te doen. Mm-hmm. Daarvoor hebben wij ook materieel, en net als elke andere lidstaat. En omdat wij dat niet meer aan onze buitengrenzen hoeven te doen, betekent niet dat het niet meer gedaan hoeft te worden. Nee. Dus dat je de kans zou hebben dat je dus een Nederlandse Marechaussee dat jouw paspoort controleert op het vliegveld in Athene. Of, dus dat je roleert. Precies. Ja. En even, waarom maakten jullie je zorgen? Dus wat was, je zegt die aanleiding was Bataclan, maar dat is natuurlijk een zo extreme aanleiding. Ja, er moet al iets in je gebroed hebben. Is een hele tijd geleden Bataclan nu, maar wat mm-hmm. zijn we nou politiek opgeschoten? Welke regels hebben we aangenomen? Is de wereld een beetje op te worden? Als er niks gebeurt, wat gebeurt er dan met Nederland? Of wat gebeurt er dan met West-Europa? Kijk, wat je eigenlijk ziet. Ten eerste, momenteel is het wel even wat rustiger op het gebied van de immigratiedebat. Want sinds we Turkije hebben afgekocht met een hele hoop geld om mensen daar te houden, is in ieder geval een deel van de vluchtelingenstroom behoorlijk afgenomen. Maar wat je eigenlijk in die periode 2015, toen op het hoogtepunt zat, die vluchtelingenstroom, wat je toen zag, was dat gewoon mensen ontzettend, werden steeds bozer eigenlijk. Mm-hmm. Want ze maakten zich gewoon zorgen om een toestroom van vluchtelingen in hun buurt, in hun gemeenschap. En daar de zorgen werd niet geluisterd. Die mensen werden dan als racist gezien. En mm-hmm. Die moesten gewoon hun mond houden. En je zag dat eigenlijk steeds meer ook die tegenstellingen toenemen. Tussen enerzijds dus die mensen, de boze mensen die het niet wilden. En anderzijds had je natuurlijk wel de mensen die dan heel erg boos om werden. En daar de vluchtelingen welkom mensen. Ja. Dat werd ook steeds kwaaier en steeds extremer. En je zag die polarisatie eigenlijk toenemen. En je zag de politici zag je erop inspelen. En die werden ook steeds populistischer en steeds minder oplossingsgericht. En wat ik dan eigenlijk zo denk als je daar zeg maar niks in verandert in die strategie, dan kun je daar eeuwig mee doorgaan tot een keer echt de vlam in de pan slaat en mensen echt aan het rillen slaan. Want wat je nu bijvoorbeeld ook al zag bij Geldermals was dat bijvoorbeeld. Dat er gewoon dat er een hele dreigende sfeer hing. Heb ik gezien. En dat soort dingen zou gewoon helemaal mis kunnen gaan. En we willen niet zomaar dat op een gegeven moment mensen, weet ik veel, echt aanslagen gaan plegen op asielzoekerscentra of dat soort dingen. Dat soort dingen kun je uiteindelijk gaan krijgen als het nog verder radicaliseert allemaal. Okay, dus het manifest moet ook helpen om juist die polarisatie tegen te gaan. Om te bouwen aan een mooier Nederland. Om het fundament onder extremisme aan beide zijden voor een deel weg te halen. Ja. Ja. En wat dat ook doet, is dat ook heel belangrijk. We proberen er ook mee te focussen op het gezamenlijke fundament, wat we eigenlijk al die verschillende groepen wel hebben. Want over heel veel punten zijn we het eigenlijk wel eens. Ja. Want ik zeg bijvoorbeeld we eigenlijk over de bepaalde Nederlandse grondwaarden zijn we het eens. Bijvoorbeeld over dat gelijkheid van man en vrouw, dat soort dingen. Respectvol met elkaar omgaan. Kijk, dat willen eigenlijk alle kanten. Alleen ze zien dat niet van elkaar. Nee, maar jullie komen ook wel duidelijk op voor die grondwaarden. Hè? Ja. Staat ook een stuk in over de financiering van bijvoorbeeld wahhabisme. Mm-hmm. Ja, en ja. dat je daar, nou ja, vaderkant op tegen bent. Terwijl nou, in Nederland. Niet alleen wij, ook de IVD. Ik geloof, de afgelopen 15 jaar bleef hiervoor waarschuwen. Van joh, kijk uit met de toenemende geldstromen vanuit vooral landen in het Midden-Oosten. Die hier toch wel het politieke component vanuit religie neer proberen te leggen. Een strijd die al jaren gaande is in islamitische landen waar dat ook tot verschillende momenten heeft geleid tot burgeroorlogen. Ja. Die dan ook nog eens een keertje gefinancierd werden door dezelfde landen. Ik bedoel, Jemen is er net zo hard een voorbeeld van. Maar ook het toegenomen extremisme en de radicalisatie in gedeeltes van Indonesië. Dat direct gefinancierd wordt mm-hmm. door dit soort landen. Maar is er dan al een politieke partij die zegt van, hey, daar moeten we mee stoppen? Ja, dus bijna allemaal. En dan wanneer het komt tot daden, blijft het gewoon stil. Ja. Wij hebben de discussie aangewakkerd over Saudi-Arabië destijds. Nou, dat heeft de kranten gehaald. Van Telegraaf tot Trouw stond er van, joh, we moeten onze banden overdenken met dit soort landen. Maar dan heb je er een debat over.
En dan zie je dat er vervolgens helemaal niets gebeurt. Ja, en hoe komt dat dan dat er niks gebeurt, hè? Met heel veel mooie initiatieven, goede initiatieven. Hè? Bijvoorbeeld de Russen worden wel aangevallen over de, nou ja, zeg maar de... Ja, maar daar wordt ook niets gedaan. Ze worden alleen in woord erover aangevallen. En de sancties die er op dit moment zijn, ja, die werken gewoon niet. Nee, maar er zijn meer sancties tegen Rusland dan tegen Saudi-Arabië. Zou het? We kunnen ook een sanctie afkondigen tegen Saudi-Arabië dat we geen varkensvlees daar gaan exporteren. Dat treft hun niet. Maar je kan ook zeggen, die oliestromen die willen we voortaan uit een ander land laten komen. Maar daar hebben wij geen invloed op, want onze olie komt van oliebedrijven die zaken doen met dit soort landen. Ja. Die zich niet houden aan internationaal wet en regelgeving. En dat blijkt ook keer op keer op keer. Nee, maar als iedereen dat weet, hè, en jullie zijn een soort voorstander om het allemaal te veranderen, hoe ga je die stem groter maken? Nou, ik denk wel dat je moet beginnen. Kijk, wij hebben bijvoorbeeld voorgesteld om in ieder geval duidelijker stelling te nemen. Bijvoorbeeld, we hebben het over de WK van Qatar, hebben we het in ons manifest. Om daar in ieder geval als Europese landen niet aan deel te nemen. Kijk, wat we op dit moment doen, we zijn gewoon nog steeds openlijk vriendjes met Saudi-Arabië en Emiraten, dat soort landen, zeg maar. Kuwait, die daar zo'n deel nemen. Het eerste wat we moeten doen is gewoon zeggen van jongens, dit is niet oké. Okay. En vervolgens moeten we inderdaad gewoon, we hebben het ook over haatpredikers gehad, die daardoor worden gefinancierd vanuit die landen. Die moeten we ook gewoon actief gaan weren. En dan ook eigenlijk ook als Europa, want wat je nu heel vaak ziet, zeg maar, is dat, we weten dat hij slecht is, maar in België weten ze dat niet, dus dan komt hij toch nog Nederland binnen en zo. Ja. Dat moet gewoon allemaal veel beter geregeld worden en veel beter georganiseerd. En daar moet je ook, daar moet je eigenlijk als Europa ook samen in staan. Maar in ieder geval moet je daar als Nederland wel het goede voorbeeld te nemen. Zeggen van, jongens, Saudi-Arabië, wij kunnen zolang jullie dit soort gif in onze samenleving inpompen eigenlijk, kunnen wij geen niet normaal zaken met jullie doen. Nee, maar... Slaat dat aan, zo'n boodschap? Bij burgers wel. Ja? Ja. Maar bij politieke partijen zover? Nee, want de belangen wegen daar anders, laat ik het zo zeggen. Of is het ook een soort lafheid? Of... Ja, dan geef je er een waardeoordeel aan, een persoonlijk waardeoordeel. Nou, ik vermoed natuurlijk ook gewoon economische belangen met inderdaad de olie waar je het eerder over had. Dat speelt natuurlijk ontzettend mee met dat soort landen. Ik bedoel, als ze geen olie hadden, zouden ze naar ze luisteren. Dat is logisch natuurlijk. Ja, olie en geld. Want dat is, Ja, maar dat is in dit geval hetzelfde eigenlijk. Maar hoe willen jullie die politieke partijen ervan overtuigd dat er een verandering nodig is? Je ziet bijvoorbeeld nu in Italië zijn verkiezingen geweest. Het populisme heeft daar gewonnen. Nee, of de bestaande politiek heeft verloren. Nou ja. Dat is altijd zeg maar het stukje perspectief of perceptie. Italië, ik weet daar nog heel veel wat van. Nou, vertel. Nou, het grote probleem in Italië is dat geen enkele partij de afgelopen jaren in staat is gebleken om dat land op een normale manier te kunnen regeren. En uiteindelijk als burger ben je het gewoon zat. En dan ga je gewoon andere dingen proberen. En ik ben al lang blij dat niet Lega de grote winnaar is. Of Berlusconi. En in dit geval komt er een 31-jarige premier, als het goed is, van een directe democratiepartij. Ja, laat het maar proberen. Ja. Ik bedoel, heel veel slechter kun je het niet doen. Nee, maar is populisme slecht? Nee, inherent niet, nee. Het is slecht wanneer je van populisme volksmannen maakt. Mm-hmm. En dat zie je nu wel steeds meer gebeuren. Je vraagt wat ik verwacht van politici met betrekking tot dit manifest. Of landen in het Midden-Oosten, et cetera. Ik verwacht daar helemaal niets van. Het komt vanuit ons burgers, ben ik bang. En dat is het punt. Kijk, op dit moment, politici reageren inderdaad niet op. Maar hoe kun je die politici bereiken? Nou, ik denk, er moeten gewoon heel veel burgers achter gaan staan en laten weten van politici, aan die politici laten weten van wij willen dat het nu anders gaat. Ja. En ik denk wel, in elke partij zitten er wel een paar redelijke mensen die wel bereid zullen zijn te luisteren. En op die manier kun je daar misschien toch zaadjes planten in die partijen van, er is momenteel onder de burgerij best wel behoefte aan andere oplossingen. Misschien moeten we daar toch eens een keertje mee aan de slag gaan en een keer in gesprek gaan. En misschien kun je op zo'n manier dat langzaam op gaan bouwen dat er een oplossing gaat komen. Dat hoop ik in ieder geval. Wat wil je daarvoor doen dan? Hè? Want, het is een mooi stuk. We hebben het heel kort besproken. Ja. Ik weet niet of jullie daar nog even dingen aan toe willen lichten, zodat dat in ieder geval toegelicht is nu, waarvan je denkt, dit hebben we nog niet behandeld. Nou ja, er zijn heel veel mensen bij dit manifest over een periode van een jaar betrokken geweest met de totstandkoming. En dat hebben we allemaal vrijwillig gedaan. Mm-hmm. Zonder geen enkele vorm van subsidie of wat dan ook. Dus waar we konden afspreken, hebben we dat gedaan. Waar dat digitaal kon, deden we dat digitaal. En we hebben iedereen's mening hierin besproken. Mm. En we zijn er ook niet met een bepaalde deadline ingegaan. Maar van, joh,
wij willen de wereld een stukje beter achterlaten morgen. Ja. En hoe lossen wij nou eigenlijk deze problemen op? Want wij zien dat de politiek niet in staat is om te komen met echte, daadwerkelijk werkbare oplossingen. Ja, en het is ook belangrijk om erbij te vermelden dat ook die groep mensen... dat was ook echt van de SP tot en met de PVV. Zo. Ja, nou ja, dat is het mooie, hè, wat dus, jullie zeggen. Ja. We hebben een brede groep mensen van allerlei stromen bij elkaar gebracht. De goede dingen daaruit gehaald, waar iedereen het over eens kan zijn. Zijn er heel veel dingen waar je denkt van, ja, dat zou er nog in moeten? Naar mijn idee zijn we best wel compleet... Nee, kijk, ik denk op zich, als je daarmee aan de slag zou gaan en je zou beginnen met uitvoeren, dan kom je misschien dingen tegen die er nog bij moeten. Ja. Ik zie het wat dat betreft vooral als een begin, als een... intentie van dit zijn oplossingen die we kunnen beginnen met invoeren. En dat kan dan de eerste stap zijn om op verder te gaan eigenlijk. Nee, maar aan de ene kant, je begint het te schrijven en dan zijn jullie eigenlijk niet eens teleurgesteld dat er weinig mee gedaan wordt. Hè, want dat had je verwacht. Wij hadden echt wel verwacht dat het hierbij bleef. Maar het was voor mij in ieder geval belangrijker om aan te tonen dat je zelfs met een hele diverse club aan mensen, soms extreem ideologisch, toch in staat bent om uiteindelijk met oplossingen te komen. Ja. Of in ieder geval een aanzet tot oplossingen. Nee, maar dat is natuurlijk heel mooi. Maar dan moet je die volgende stap gaan maken. Of denk je, dit is genoeg en aan nou, voor aan die volgende voor die volgende stap ontbreekt het vooral aan onder andere media-aandacht. Mm-hmm. Want ook verschillende kranten en programma's waren hier gewoon niet in geïnteresseerd. Kom je opeens met een heel genuanceerd verhaal over oplossingen. Ja, daar wil niemand naar luisteren. Maar ook van, oké, om het een stap verder te brengen, heb je ook nog externe expertise nodig. Ja, we kunnen dat moeilijk met z'n twee financieren. Waar het op neerkomt. Nee, dus wat zijn de wensen, wat zijn de verlangens? Nou, we willen heel graag in gesprek, denk ik, ook met de instanties. Om te kijken van, oké, wat kunnen jullie hieruit al uitvoeren zonder dat je daar wetgeving voor nodig hebt? Ja. Ja, dat is voor het belangrijkste, denk ik, aan het begin. En daarna? Nou, als je hardop mag dromen. Ja, nou, daarna, kijk, wat je natuurlijk daarna gewoon zou willen is dat het gewoon wordt vertaald naar echt een officieel beleid. Nou, een beleidsnota van, dit is vanaf nu het immigratie, asiel- en integratiebeleid zoals we dat gaan doen. Als één nota of meerdere nota's, dat kan ook verschillend zijn. En dat je dat gewoon geleidelijk, in ieder geval wat we hier wat we hier voorstellen, dat je dat gewoon geleidelijk gaat invoeren. En dat je dat voortaan gewoon... zodra er een vluchtelingenstroom komt, dat je dat gewoon klikt, dan gaat dit beleid in werking. En dan weet iedereen waar die aan toe is in Nederland. Maar past het bij de ene politieke partij beter dan bij een andere? Nee. Dus dat is ook de moeilijkheid van jullie kant. Nou ja, politieke partijen, waar staat de politieke partij? Is de vraag dan. De positie van de politieke partij hangt ook heel sterk samen van wat er op dat moment heel courant is in de media. En of er verkiezingen binnenkort zijn. En op welke wijze ze zelf in een heel positief daglicht staan. Ik heb best wel veel vertrouwen in de huidige politici. Maar waar ik absoluut geen vertrouwen in heb, is vooral de woordvoering daar aan de achterkant. De mensen die daadwerkelijk in controle zijn over onze volksvertegenwoordigers. Mm-hmm. Zoals? Klinkt een beetje... Zoals bijvoorbeeld een Kees Verhoeven die tegen de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten was. Vorig jaar. En dit jaar gewoon keihard voorstander is. Ja. Terwijl elk amendement, elke motie van D66 destijds is verworpen. Nou, hoe kun je daar... Deze punten, zeg maar, zijn onverenigbaar. Net als het referendumstandpunt van D66 ook weer. Dat je denkt van, oké, hoe verenig ik dat? Ja, dat kan niet. Ik kan dit niet op een normale manier uitleggen waarom ik eerst voor ben. Nee. Daarvoor heb gestreden, et cetera, en daarna tegen. En hetzelfde geldt voor dit. Ik verwacht niet dat Geert Wilders dit leest en dan roept van... Ja, nee, er staan goede dingen in. Nee, het politieke frame dat heel erg aanslaat is. Grenzen dicht, Nederland moet de-islamiseren, noem maar op. Maar een middenpartij zal dit misschien eerder oppakken. Wat zie jij als middenpartij? Nou ja, misschien toch een VVD, een CDA. Er zijn niet zoveel middenpartijen over meer natuurlijk. Maar ja, het klinkt wel humaan, hè? Er staan hier geen rare dingen van, we gaan mensen uitsluiten of de grens moet 100% dicht. Het is wat jullie zeggen, een stuk waar je goed mee kan leven. Ja. Maar dan is het zonde om daar geen swing aan te gaan geven. Ja, je krijgt er nog niet eens een politicus voor aan tafel om hierover met je te praten.
Dat is onze handicap. Kijk, en wat het probleem denk ik is, kijk, die politici zijn het individueel misschien helemaal, vinden ze misschien wel een goed idee. Mm-hmm. Ja. Maar het zijn gewoon de politieke partijbelangen waar het toch niet in past. En dat is waar het denk ik misgaat dan ook. Omdat het in partijbelang is om de zaak gepolariseerd te houden, want dat levert stemmen op, voegen ze zich allemaal daarnaar en dan gaan ze hier niet mee in zee. En okay, of zijn jullie als personen misschien te klein nog? Nou ja, dat kan ook, maar het is ook een risico. Als je opeens gaat aantonen dat een groep burgers wel kan komen met oplossingen, mm-hmm. ondergraaft dat niet je eigen bestaansrecht als expert op dit dossier. Nou, want vandaag de dag is maar het idee dat burgers ook oplossingen zouden kunnen hebben niet erg populair bij de gevestigde politiek. Dus. Nee, maar die draai zit er wel aan te komen, toch? Nee. Dat vraag ik me af. Ze hebben juist een stukje teruggedraaid nu met referendum. Nee, okay, maar als je zo doordenkt, dan gebeurt er niks. Uiteindelijk gebeurt er wel wat. En wij proberen vooral aan te tonen dat Nederland niet bestaat uit extremisten die voor of tegen zijn. Mm-hmm. Niet uit mensen die ideologisch zo vastzitten dat daar geen oplossingen uit voort kunnen komen. En ik denk dat het grootste deel van Nederland daar ook ligt. En het is een vraag wanneer deze stille meerderheid in feite aangeeft van ja, dit pikken we niet langer. Nee. Net als in Italië bijvoorbeeld. Maar het is mooi als die beweging, hè, als jullie zeg maar dat doorzetten. Wat heb je nodig? Kunnen wij daar een rol in spelen? Wat zou je eerste droom zijn van met die en die zou ik wel eens in contact willen komen? Ja, ik denk, persoonlijk weet ik niet zo gauw. Wat ik eerder denk is gewoon dat je wil dat een hoop mensen het manifest gewoon lezen. En gewoon ermee in aanraking komen en denken en gewoon kijken van wat voor oplossingen er misschien wel mogelijk zijn. Ja. En dat meer mensen bewust ervan worden van ten eerste dat er dus dingen mogelijk zijn. En ten tweede dat je ook als burger zoiets in elkaar kan zetten. En dat de verschillen tussen al die PVV'ers en SP'ers en GroenLinks'ers en D66'ers, dat die dus helemaal niet zo groot zijn als altijd lijkt. En dat je misschien best wel. En dat de oplossing niet is maar door tegen elkaar te blijven schreeuwen tot er eentje schoor is en zich over moet geven. Maar dat de oplossing is dat je gewoon kijkt van waar zijn we het eigenlijk wel over eens? Kunnen we daar eens niet mee beginnen? En dan werken we die andere problemen later wel uit. Ja, oké, maar dan moet, althans zo kijk ik er daarnaar van, hier aan tafel blijven zitten, dan gebeurt het te langzaam. Laat het zo zeggen. Je zegt, jullie hebben wel een zaadje geplant, het wordt opgepikt en mensen hebben enthousiast aan meegewerkt. Nou, de oplossingen zijn wat jullie betreft werkbaar. Alleen dan moet de actie wel. Ja, wij hadden. Ik had echt de stille hoop dat dit wat breder in de media uitgedragen zou worden. Ja. En dat het van daaruit verder opgepakt zou worden om hier uitvoering aan te geven. Wij zien onszelf niet van wij hebben de oplossing en we gaan het even voor jullie doen. Maar wij geven niets anders aan dan echt enkel burgers. Joh. Ja, maar schets dan misschien nog eventjes iets steviger van wat gebeurt er als er geen soort van gulden middenweg manifest ontstaat. Is het wachten op de volgende crisis die heel goed politiek uitpakt, zowel voor extreem rechtse partijen als extreem linkse partijen? En waar moeten we voor vrezen? Even kort. Molotov cocktails naar AZC's, dat soort dingen. Mm-hmm. En goed, dat was de vorige keer al zo. En ik verwacht niet, maar dat als er niks verandert, dan verwacht ik dat het elke volgende keer gewoon erger gaat worden. Er stond vandaag nog in de krant, hè, dat er steeds meer echt gevechten op straat tussen extreem links en extreem rechts ontstaan. Ja. Dus dat voorzie je dan. En als zo'n manifest er komt, wat is daar dan de goede boodschap van? Nou, dat er in ieder geval heel veel mensen die nu misschien geneigd zullen zijn om zich aan te sluiten bij een van die twee extremen, dat die in plaats daarvan gaan denken van die persoon aan de andere kant van het politieke spectrum, misschien is die wel bereid om samen te werken om dit soort oplossingen. Misschien staat hij er wel achter. Misschien kunnen we dat wel samen invoeren. Misschien hoeven we helemaal niet te vechten voordat we iets voor elkaar kunnen krijgen. Ja. En misschien kunnen we daar ook zonder al die strijd wel uitkomen. En om het persoonlijk te maken, hoe is dat bij jullie gegaan, zodat andere mensen daar een voorbeeld aan kunnen nemen? Nou, jullie stonden het al niet zo ver tegenover elkaar, maar jullie stonden wel tegenover elkaar. En jullie zijn nader gekomen. Hoeveel tijd had dat nodig? Hoeveel ontmoetingen had het nodig? Nou, niet heel veel, denk ik. Nee. We zaten toch redelijk stil dicht bij elkaar, denk ik. Qua in ieder geval de oplossingen voor deze problemen. Daar hadden we het bijna heel snel wel over eens eigenlijk.
En natuurlijk, je maar in het schrijven van het manifest, dan discussieer je erover. En dan opper je ideeën. En sommige neem je over van elkaar en sommige die wijs je dan af. Ik kom ook vaak op geen stijl bijvoorbeeld. En dan zie je dat mensen niet snel geneigd zijn om elkaar te gaan vinden. Nee. Je hebt natuurlijk... Heel bewust gedaan. Ja, heel bewust gedaan. Maar jij bent daar eigenlijk in meegegaan. Dus dat is een mooi voorbeeld waar jij door jouw strategie iemand... Maar daar wil ik wel aan toevoegen. Ja. Kijk, op geen stel is dat natuurlijk meestal is dat gewoon een beetje modder gooien naar elkaar. Maar je ziet vaak, als er naar iemand iets gebeurt, maar van er komt iemand met een ander standpunt. En dan ga je daar opbouwend op in. Mm-hmm. En dat heb ik ook gemerkt toen ik het met Ahmed deed. Dat heel veel mensen dat echt wel positief vinden. En echt wel benieuwd zijn van hoe het verder gaat. En je succes wensen. En laat maar weten van wat er gebeurt. Ik moest ook aan denken nog een jaar geleden. Toen kwam Anne Vlodekker een keer werd uitgenodigd op geen stel om een column te schrijven. Die was na een dag weer weg, want dat durfde ze niet echt. Mm-hmm. Maar toen viel mij ook op, ze had zo'n één artikel geplaatst toen. En dan zag je die reacties eronder. En die waren super positief. Allemaal mensen die dachten van, die dat verwelkomden. Van, kom op, laten we lekker in de discussie gaan. Maar wil Bart dan niet een rol daarin spelen om meer aandacht aan te geven? Dat is een vraag die aan Bart zou moeten stellen, denk ik. Ze hebben er al behoorlijk mee gedaan natuurlijk. Ja. Want ze hebben eerst ons... Onze polemiek eigenlijk gehost als Prinsstijl. Ja. En vervolgens ook hebben we een aantal artikelen erover geplaatst. En uiteindelijk is het ook gepubliceerd op Prinsstijl. Dus, ik mis even de actiebereidheid om dit dan de volgende stap in grootte te maken bij jullie. Ja. Ja, of jullie weten het niet. Hebben we dus eerst de media aandacht nodig. Want kijk, wat dat betreft. Wij zijn wel gewoon allebei gewoon mensen met een baan. En, in onze vrije tijd schrijven we voor Saltmines, dat vinden we ook hartstikke leuk. Ja. Maar we hebben niet, het bereik of de macht, zeg maar, om Maar je kan het nu toch de eten ingooien. Wij zouden graag eens willen praten met... Ja, wij zouden graag willen praten met verschillende politici over het manifest wat we op dit moment hebben geschreven. Wij zouden graag praten met verschillende mensen vanuit de media die over vooral dit onderwerp schrijven. Zoals radicalisatie, terrorisme... islam en migratie. En met mensen uit instanties natuurlijk. Precies, en mensen vanuit instanties. Wij schrijven allebei op Saltmines, maar wij zijn allebei, eigenlijk iedereen bij Saltmines, we zijn complete amateurs waar het aankomt op media. Ja, daar zitten wij gewoon niet in. Wij denken niet van, hoe kan ik iets nou sexy neerzetten dat het heel snel wordt gelezen. Weet je wat, dan kunnen we dat toch afspreken dat wij jullie binnenkort gewoon uitnodigen met een... iemand die wat hoger in de piramide staat, om het zo even oneerbiedig te noemen. En dan komen jullie dan weer terug. Absoluut. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja? Dan bij deze uitgenodigd. En dan wil ik jullie bedanken voor jullie komst. Dank je wel. Studio. Ja, graag gedaan. Oké. Okay.